Zeg, Annette, kom jij wel eens op de markt? Nou, eigenlijk niet meer, moet ik zeggen. Nee, ik ga liever naar de supermarkt. Het gaat allemaal sneller. Hoef niet zo te slepen met die boodschappen. Jij? Ja, het komt er bij mij eigenlijk ook niet zo echt van of zo. Nee. Het is toch wel jammer, want het gaat eigenlijk ook helemaal niet zo goed met de markt. Verslaggever Ulrike Nagel, die staat op het Vredenburg, waar ze de markt voor morgen aan het opbouwen zijn. Gaat het ook slecht met die markt, Ulrike? Nou, op zaterdag, de grootste markt hier, gaat het eigenlijk gewoon heel goed. Op woensdag en vrijdag gaat het op het Vredenburg wel wat slechter. Maar ja, dit is wel een geval apart, want hier wordt gebouwd voor het stationsgebied. Maar eigenlijk gaat het wel slecht met alle Utrechtse markten. Bijvoorbeeld het Smaragdplein. Bij Willem van Ommeren komt er nog genoeg geld in het laadje. Alsjeblieft, meneer. Want groente en fruit verkoopt nog wel goed. Wij mogen niet zo mopperen. Andere kramen gaat het minder voor de wind. 6 marktkoopmannen stopten de afgelopen jaren hier op het Smaragdplein. Willem begrijpt dat wel. Ja, natuurlijk. Als je op de markt staat, is het natuurlijk hard werken de hele dag. En als je dan de kost niet kan verdienen, dan hebben we het ook geen zin meer om terug te komen. Alsjeblieft. En bedankt, hè. Super uit bij je! Hallo, mevrouw. Willem heeft nu een opvolger, zijn schoonzoon Ruud. En ook hij geeft het toe. De room is er vanaf. Je kan dan wel je geld verdienen, maar echt dat ze vroeger nog wel eens echt extra dingen hadden, dat is toch een stuk minder. Een van de redenen, supermarkten zijn een grote concurrent geworden. Willem en Ruud staan er pal tegenover. Ja, werkelijk. Als ze bepaalde dingen in de reclame hebben, dan blijft het hier stil zo. In de loop van de tijd is de kassa dus wel wat leger geworden. Zeg maar gewoon dat het 30% minder geworden is. Ten opzichte van vroeger. Nu loont al dat harde werken nog. Je komt tenslotte om voor je boterham. Maar als ze nog minder verdienen. De laatste spruiten! Moeten ook deze mannen op zoek naar ander werk. Een van de redenen is daar dus de supermarkt. Maar zijn er nog meer redenen dat het slecht gaat? Nou ja, daar bij het Smaragdplein en Hoograven zijn gewoon rondom de markt meer jonge mensen gaan wonen. En die gaan gewoon minder naar de markt, schijnt. Ja. Het algemene beeld is toch dat het dan dus niet zo goed gaat. Geldt dat voor alle markten in de hele stad Utrecht? Nou, Utrecht heeft een stuk of 10 vaste markten. Met de themamarkten gaat het op zich wel goed. Dat zijn de bloemenmarkt of de lapjesmarkt. Met Vredenburg en het Smaragdplein die springen er wel een beetje als slechtste uit. Want de gemeente die heeft gewoon aan de marktkoopmannen die vertrekken gevraagd waarom ze gaan. En die geven aan dat ze gewoon te weinig verdienen. En Ulrike, wat moet er nou gebeuren? Kan de markt nog gered worden? De gemeente probeert dat wel. Het marktgeld is dit jaar bijvoorbeeld niet omhoog gegaan. Er zijn wat regels veranderd, waardoor je ook je standplaats kan overdragen aan je opvolger. Dat kon eerder niet zo makkelijk. En er is ook nog een lichtpuntje, want de gemeente wil wel, terwijl het niet zo goed gaat, een nieuwe markt erbij gaan zetten, namelijk in Leidse Rijn. Daar is plek zat, daar wonen heel veel gezinnen. Die gaan dan wel weer veel naar de markt. En nou ja, daar is dus ruimte te over en kan er makkelijk een markt worden neergezet. En er zijn ook al meer dan 100 koopmannen die zich hebben gemeld die daar wel willen staan. Kijk, dat is dan nog eens goed nieuws. Ulrike Nagel bij de markt op het Vredenburg in Utrecht. Tot zover.